Terwijl de Rotterdamse peetvader Piet Costa zijn zaakjes regelt onder de Spaanse zon, bouwt zijn handlanger Robin in Nederland een gevangenis in een loods. Deze gevangenis heeft gespecialiseerde cellen in scheepscontainers. In deze gevangenis zouden zijn vijanden moeten kunnen opsluiten. De drugsoorlog is in volle gang in Rotterdam, zoals Robin aangeeft in een versleuteld bericht aan zijn handlanger die ter plaatse is. Ze moeten dood tot hun hond toe. Maar wat de groep van Piet Costa zich niet realiseert, is dat de autoriteiten een ongekende operatie uitvoeren, waarbij ze discreet zijn geïnfiltreerd in de berichtendienst EncroChat. Hierdoor kan de politie versleutelde berichten in real-time lezen, terwijl criminelen doorgaan met de activiteiten alsof er niets is gebeurd. Wat alleen in spannende films leek te kunnen, speelde zich voor onze eigen ogen af. Het is essentieel te onthouden dat de groep van Piet Costa twee belangrijke luitenanten heeft, Hassan en Ibrahim, waarbij de laatste wordt beschouwd als Costa's rechterhand. Bovendien werkt deze organisatie volledig samen met de groep onder leiding van Robin, die opereert in Utrecht en al lange tijd op de eliminatielijst van Ridouan Taghi staat. Dit zet Robin ertoe aan om zich zonder aarzelen aan te sluiten bij een alliantie bestaande uit de erfgenaam van Scarface en zijn goede vriend Moes, die beide genoeg hadden van Ridouans geweld. Robin noemt zelfs een detail aan Piet Costa over een bepaalde alliantie. Heb alliantie met ander iemand. Die heeft veel allianties, want ze hebben veel vijanden. We hebben alliantie gesloten met een paar groepen. Iedereen jaagt op ze. Het lijkt er nu echt op dat er naast de alliantie tegen het Taghi-netwerk begin 2020 een nieuwe gemeenschappelijke vijand is opgedoken in de onderwereld. Dit is de Irano-Nederlandse Ali D., een voormalige medewerker van Piet Costa. Er wordt gezegd dat hij een grote som geld van hem had gestolen, naar schatting tussen 60 en 130 miljoen euro. En dat dit allemaal in de Verenigde Arabische Emiraten had ondergebracht. Hij zat te lang in Dubai en kan zijn levensstijl niet volhouden. Dus daarom mij maar bestolen. Ali heeft nu inderdaad een zekere status en kent veel mensen in de onderwereld. Eerder werd hij beschreven als een man die in een auto sliep en miljonair werd met de hulp van het netwerk van Piet Costa, die als dank een stekende rug kreeg. Natuurlijk zal dit niet aan de aandacht van deze laatste ontsnappen. Kort na deze gebeurtenissen wordt Ali, in de berichten A1 genoemd, ontvoerd. Ibrahim was erbij toen ik A1 op de stoel had gezet. Mijn fout dat ik hem heb laten gaan. Blijkbaar was de rechterhand Ibrahim ook aanwezig bij dit verhoor. Toen Ali het gestolen bedrag blijkbaar gedeeltelijk terugbetaalde, werd hij uiteindelijk uit medelijden vrijgelaten. Na zweren, smeken, Allah, kinderen, moeder, heb ik hem laten gaan. Maar voor Ali zit dit moment van verlegenheid dat hem van alle eer berooft en hem diep vernedert, hem ertoe de oorlog te verklaren. Het conflict wordt heviger tussen Ali's netwerk en dat van Piet Costa, waarbij onvermijdelijk koppen moeten rollen. Piet Costa, nog steeds in Spanje, is zich al bewust van de dreiging voor zijn netwerk en hij weet dat hij ernstig op zijn hoede moet zijn, zoals hij tegen een van zijn medewerkers zegt. Het zit perfect, maat. En het zit niet vast, ik zit hier best. Even een beetje uit zicht blijven. Die A1 loopt te tippen. Zit nieuw onderzoek op ons. En zijn wat hitters met ons bezig. Staat 200k op hoofd 666 Duivel. Reden? Omdat hij voor mij werkt. Zo ziek is A1, dus je weet. Hij stuurt ook een nieuw bericht naar een andere medeplichtige om de situatie uit te leggen. A1 heeft me zwaar bestolen. Is oorlog, maat. Volgens de openbare aanklager gaf Piet Costa aanvankelijk opdracht tot bouw van de martelcontainers om zijn vijanden te ontvoeren en gevangen te zetten om het vermiste geld terug te krijgen. Ja, het is inderdaad Robin's team dat verantwoordelijk is voor het afronden van het project in een loods. Hoe ver ben je met Abby en vervoer? Abby is volgende week, dinsdag, woensdag, helemaal af. Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt, maandag beginnen ze aan de verblijven. In deze versleutelde berichten spreekt het duo over een constructie als Abby, verwijzend naar de best beveiligde gevangenis van Nederland. Heb ook alvast de cipier in dienst, die ook meebouwt, die is aanspreek. Punt eigenaar pand en ook cipier.
Dus 24/7 beveiliging. Het doel van deze loods wordt duidelijk uit de berichten wanneer Duo de ontvoering en het snel terugvinden van de 15 miljoen euro bespreekt. En als Piet Costa het heeft over een andere rivaal die ontvoerd moet worden, antwoordt Robin. Mag die onze Ebi komen inwijden? Om te begrijpen hoe de politie deze gevangenis op het spoor is gekomen, moeten we terug naar het jaar 2019, wanneer Robin een belangrijke verdachte wordt binnen een organisatie die betrokken is bij de invoer van coke. Wanneer, als onderdeel van het antigo-onderzoek, bepaalde leden van Robins netwerk worden afgeluisterd door rechercheurs, komt de opslagplaats in Wouwse Plantage in de gemeente Roosendaal aan het licht, waar melding wordt gemaakt van het opzetten van mogelijke wietplantages. Deze opslag lijkt te zijn gehuurd met betalingen via rekeningen van Emiliano B., die ook gezamenlijk de huur van twee appartementen boven het winkelcentrum Nieuw Babylon betaalt, waar Robin woont. Het is een veelgebruikte strategie om op verschillende onofficieel geregistreerde adressen te wonen, om rivalen te ontwijken die achtervolgen. Het ontwijken van de politie blijkt moeilijker, vooral toen de autoriteiten in april 2020 voor het eerst begonnen met het rechtstreeks verzamelen van gegevens van EncroChat-apparaten. Op 8 april stuurt de gebruiker met de accountnaam Slempo, die wordt toegeschreven aan Robin, foto's door waarop zeecontainers te zien zijn, die zich in een loods bevinden die wordt gerenoveerd. Evenals een behandelstoel, die is uitgerust met riemen om de armen en benen te immobiliseren. De ontvanger van deze foto's, gevolgd door een bericht, is een gebruiker met de accountnaam Luxury Balloon, toegeschreven aan Piet Costa. 3 keer geïsoleerd. Als sta je ernaast, hoor je niks. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de meeste containers bijna volledig geluidsdicht zijn, wat betekent dat zelfs als iemand hard schreeuwt in de cel, het moeilijk te horen is van buitenaf. Top. Pak alles wat je nodig denkt te hebben. Wapens, alles. Er zijn inderdaad wapens nodig, want als mensen niet meewerken, kan het eindigen met schoten op knieën. Ik heb 2 teams. En het derde team komt er ook bij. OT is vol bezig. Dit alles werkt argwaan over de bedoelingen van Slempo en de onderzoekers intensiveren pogingen om het pakhuis op de foto te lokaliseren. Ze leggen al snel een verband met het eerder genoemde onderzoek in Antigo, waarbij een loods in Wouwse Plantage dat verbonden was met Robins netwerk was geïdentificeerd. Er wordt een nieuw onderzoek geopend, genaamd Douglasville, en op 22 april 2020 worden discreet camera's geïnstalleerd binnen en buiten loods om beter te begrijpen wat daar gebeurt. Gedurende enkele weken werkt de politie onvermoeibaar om de echte identiteit van de gebruikers achter de pseudoniemen op EncroChat te achterhalen. Vanwege de vermoedens dat Robin de gebruiker Slempo is, voert de politie een reeks observaties uit in een poging hem positief te identificeren. Robin, die een appartement boven het winkelcentrum Nieuw Babylon in Den Haag woont, gaat regelmatig naar een sportschool in Utrecht. Tijdens de reizen verlaat hij vaak de parkeerplaats naast het winkelcentrum in een gepantserde BMW X5 en schakelt onderweg over op een tweede gepantserde auto. Dit alles is bedoeld om zijn veiligheid te garanderen, omdat hij weet dat hij op de zwarte lijst staat. Uiteindelijk komen de locatiegegevens van Robin sterk overeen met die van de versleutelde telefoon met pseudoniem Slempo. Hoewel er twijfels kunnen blijven bestaan, omdat er momenten zijn waarop Robin om veiligheidsredenen wordt begeleid, wat bijvoorbeeld zou kunnen betekenen dat iemand anders zijn telefoon in de auto gebruikt, zullen later observaties door de politie ter plaatse uiteindelijk het aanvankelijke vermoeden bevestigen. Hier is een van de discussies tussen Slempo, die Robin heet, en zekere luitenant van het netwerk, William H., in de berichten bekend onder het pseudoniem Tronic. Broer, ik moet je snel zien. Oké, zeg maar, waar kom ik gelijk, broer? Moet ik nou naar de gym komen? Nee, ik ben net klaar. Ga nu rijden naar Den Haag. Oké, zou jij nou daar komen, broer? Zal ik je appen als ik Den Haag ben? Spreken we daar af. Denk met 2 uurtjes. Doen we wandelen in dat park. Oké, top. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de observatieactie uitgevoerd in de buurt van het appartement waar Robin verblijft, waar de verdachten elkaar daadwerkelijk ontmoeten, in een park, zoals in de berichten wordt vermeld.
In het geval van Tronic is het nog makkelijker om vast te stellen dat William is die zich verschuilt achter deze EncroChat gebruikersnaam. Op 19 mei 2020 werd William inderdaad geobserveerd terwijl hij een vergadering had in een KFC-filiaal. En de volgende dag bespreekt Tronic dit met Robin. Good morning, broer. Was gisteren ziek, had bloody kip van KFC gegeten. Als we even teruggaan naar de wandeling in het park, is er naast Tronic en Robin nog een derde man aanwezig. Dit is Dennis van D, alias Bob. Die wordt beschouwd als de site manager van de containers in de loods. Volgens de huidige eigenaar van de loods wordt Bob gezien als voorman, die verantwoordelijk is voor toezicht op de renovatie van het interieur. Op de camerabeelden die door de politie zijn opgezet, is te zien hoe Bob in verschillende containers samenwerkt met handlangers als Petrus en Ari om de bouw van deze gevangenis te voltooien. Van de 7 containers is container nummer 5 het meest intrigerend. Vanwege de aanwezigheid van een tandartsbehandelstoel. Het blijkt dat Bob talloze websites en lijsten op internet had geraadpleegd om deze stoel te kopen. Later zal hij echter beweren dat hij een gynaecologenstoel heeft gekocht als grap voor een vriend. Op de beelden van een loodscamera is echter te zien hoe Bob een doorzichtige zak over zijn eigen hoofd doet en deze met beide handen strak naar zijn achterhoofd trekt alsof hij zichzelf wil verstikken, terwijl zijn handlangers toekijken. Verder is op zijn telefoon een briefje gevonden met woorden als Django, die film, en hoe ze die slaap ketenen, samen met een boodschappenlijst die hij moet invullen, zoals Bob heeft opgemerkt. We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken, tie wraps, kniptang voor vingers en tenen, ankers voor in vloer. Dit alles verklaart duidelijk dat de rivalen niet alleen gevangen moeten worden gezet, maar nog veel meer. Het is ook bijzonder verrassend om te zien dat deze loods in Wouwse Plantage slechts één onderdeel is van een veel grotere logistiek. Er is inderdaad een tweede magazijn in Rotterdam. Dat wordt beschouwd als het hoofdkantoor, onder de verantwoordelijkheid van William. De loods in Wouwse Plantage is aangeduid als L3, terwijl die in Rotterdam als L2. Verschillende teams werken tegelijkertijd in deze magazijnen en voeren veel transfers per auto uit tussen de twee. Broer AUB, lok hem en neem hem mee. We k***en hem die cel in. Oké, broer. Pff, snap hem. En later noemt Robin ook het pakhuis in Rotterdam. Ik heb locatie voor de boys, loods met kantoor. En auto's en wapens in loods. Top, top, broer. Welke stad, broer? Soort arrestatieteam hoofdkwartier. Omgeving Rotterdam. Ik zet daar auto en bus. William brengt inderdaad veel tijd door op het hoofdkantoor in Rotterdam, in de L2, waar zelfs slaapzakken beschikbaar zijn. Aan de andere kant geeft de voorman Bob aan Robin aan dat ook in Rotterdam alles bijna klaar is. Slaapbank en tv en PlayStation zijn nu op L2. En morgen de gordijnen, dan kunnen ze slapen. Vrijdag rijden we auto naar L2. Vervolgens wordt dit bericht doorgestuurd van Robin naar William, waaraan hij toevoegt. Kijk broer, jongens werken hard. Alles bijna af. L2 is jullie slaaplocatie. We zetten gelijk snelle auto en bus erin en motor. Met andere woorden, er werken 3 teams tegelijk. Het eerste team, A, heeft de taak om de vijanden op te pakken en af te leveren bij het arrestatiehoofdkwartier in Rotterdam, L2 genaamd. Vervolgens is team B verantwoordelijk voor het verplaatsen van de vijanden naar de loods in Wouwse Plantage, bekend als L3. Tot slot is de taak van het derde team om ze in de juiste containers te plaatsen, op te sluiten en te ondervragen. Dit alles vereist betrouwbare en zeer professionele mensen, want het uiteindelijke doel is duidelijk. Niemand mag ontkomen. Laten we terugkeren naar het hart van Piet Costa's organisatie. Die bestaat uit zijn 2 belangrijke luitenants, Ibrahim en Hassan. Dit duo geniet de grote mate van autonomie in Nederland, terwijl de opdracht uitvoert van Piet Costa, die alles op afstand bestuurt vanuit Spanje. Terwijl Robin's team zich bezighoudt met de magazijnen, zijn Hassan en Ibrahim verantwoordelijk voor het omgaan met rivalen en doen ze er alles aan om deze oorlog te winnen. Costa zegt even busje en caddy en auto halen. Kemmers inzetten moeten we. Moeten regelen, snel, zegt hij.
Oké, ik ga nu naar buiten om te regelen. De hoofdpersoon hebben het vaak over A1, dat wil zeggen Ali, de man die het geld heeft gestolen. En Hassan vertelt Piet Costa dat Ali op de hoogte is van hun alliantie. Ali wist al toen hij op stoel zat. Ze weten we hebben alliantie. Ibrahim weet dat Ali's netwerk hem volgt en informeert Costa. Die zegt dat zijn beurt is om weer in de stoel te zitten. Hij moet sowieso stoel. Gaat gebeuren, omdat hij niet eerlijk is geweest. Het is in ieder geval duidelijk dat er haat is in Costa's kamp, zoals blijkt uit de versleutelde berichten. Maar iedereen gaat liggen, geloof me. Er zijn dagelijks veel mensen mee bezig. Maar jouw doel is mijn doel. Ik ga ook pas dood als hun dood zijn. Juist. Van Kids was ik geen voorstander, maar ik doe mee. Komt goed. Het duo brengt zelfs Ali's familieleden ter sprake, waarbij Ibrahim toevoegt dat hij ze wil laten inslapen. Dat wil zeggen, doden. Wil ik een slaapliedje zingen voor ze? Er is een sterke band tussen Piet Costa en Ibrahim. Zo sterk zelfs dat de laatste soms zijn geadopteerde zoon wordt genoemd. Hij voert verschillende taken uit voor Costa, variërend van het verhuren en afleveren van auto's, tot het regelen van cadeaus voor speciale gelegenheden, zoals Valentijnsdag, voor een vrouw met wie Costa een kind had. Ibrahim is ook de boekhouder en kasbeheerder van de organisatie. De groep lijkt te genieten van een uitbundige levensstijl, schaft luxe auto's aan, zoals Mercedes Brabus of Audi Sport, en onderneemt talloze zakenreizen, waaronder naar Milaan en Thailand. Het is belangrijk om op te merken dat de voormalige profvoetballer Rashid B. ook betrokken is bij een witwaszaak in verband met de groep. Rashid kent Piet Costa al sinds zijn jeugd in Rotterdam en lijkt regelmatig contact te hebben, vooral met Ibrahim. Beiden gaan naar de Anytime Fitness Sportschool, soms zelfs 's nachts, omdat daar zakelijke besprekingen kunnen plaatsvinden. Rashid wordt voornamelijk beschuldigd van betalen van de huur voor een huis in Barcelona, dat gebruikt zou zijn door Piet Costa. Deze betalingen werden voorafgegaan door contante stortingen op de rekening van Rashid, net als betaling voor vliegtickets en hotelkamers voor leden van Costa's netwerk. Een bedrag van meer dan 1 miljoen euro werd in de boekhouding van de groep opgenomen onder de naam Uitbetaald Voetbal Totaal. Hoewel veel elementen erop wijzen dat Rashid een rol speelt in de groep, beweert hij dat hij zijn vrienden alleen financieel helpt. Wat betreft de villa die gehuurd is in Barcelona, het is niet Costa's hoofdverblijfplaats, want hij bezit een witte villa met uitzicht op zee in de buurt van Sant Andreu de Llavaneres, ten noordoosten van Barcelona. Het is vermeldenswaard dat er niet voldoende bewijs zal zijn om Rashid in deze zaak aan te klagen en dat hij uiteindelijk zal worden vrijgesproken. Laten we even de tijd nemen om deze villa aan zee te bekijken. Het is maart 2020 als Piet Costa Ibrahim opdracht geeft een chauffeur naar zijn huis in Spanje te sturen, omdat hij van plan is terug te keren naar Nederland, waar de spanningen plotseling dreigen te escaleren. Maat. Zeg het eens. Wil even terug naar Nederland. Wat heb je nodig? Breng iemand hier. 'S Avonds als dat mogelijk is. Dus morgenavond. Moet je iemand daar hebben? Ga goede chauffeur sturen. Dan haal ik hem op en kan hij rijden. Is goed. Morgen heb je iemand daar. Ga nu boeken. Stuur goed iemand. Goeie rustige jongen, op mijn vertrouwen. Bek dicht iemand. Juist. Hij is met ons, maat. Is echt een soldaat. Doet precies wat we zeggen. Oké, hij is daar 9 uur. Ibrahim stuurt vervolgens een screenshot met vluchtgegevens van Amsterdam naar Barcelona, die om 7 uur vertrekken. Ik krijg dan 109 euro van je. Maat, ik ga wel wat eisen van je eenmalig. AUB, maat, laat hem niet wachten. Heb niet zo'n band met hem dat ik zeg van, je wacht maar of iets. Hij is van de afspraken. Zo is hij. Ook met mij. Wil de band niet verpesten met hem, dus alsjeblieft wees daar 9:15. Het lijkt er even op dat Costa twijfels heeft, maar niets ernstigs. Oké, maat, maar als iets anders is, ik ben hero, hè? Maar je weet, gaat totaal los voor je. Komt goed, geen stress. De reden dat Costa zich voorbereidt om naar Nederland te gaan is niet verrassend. Ik kijk pas weer in de spiegel als mijn lijst is afgewerkt.
Maat, ze gaan allemaal vroeg of laat aan de beurt komen. Hoe lang willen ze verstoppen? Ben normaal niet van deze afdeling, maar er zijn er nu een paar. Ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen. Maat, ze dwingen je. Juist, zo is het. Ibrahim, die Costa's persoonlijke zaken beheert, heeft ook veel informatie dankzij zijn corrupte contacten bij de politie. Zo legt hij uit dat Hassans vriendin betrokken is bij een onderzoek naar btw-fraude in verband met een Audi SQ5, waartoe ze toegang heeft in het bedrijf waar ze werkt. Er loopt een onderzoek, of naar je vrouw, of naar de auto van je vrouw, voor witwassen, dan weet je dat. Ik lees het net in het Popo-systeem. Yo, laat me even lezen, is wel belangrijk. Sowieso sinds die dag met Lady. Toen was ze toch klemgereden en bang, kwam ze naar mij toe. Toen kwam Popo. Het politiesysteem registreerde inderdaad dat op 2 februari 2020 Ibrahim werd gecontroleerd in deze Audi, als ons partner achter het stuur, en de auto werd gelinkt aan een lopend onderzoek. Uit aantekeningen van de politie blijkt dat Ibrahim die verkeerscontrole niet erg op prijs stelde. Ze werd ook aangehouden daarna. Vragen stellen en zo. Dus ben ik gelinkt aan haar. Wat staat er precies? Staat. Voertuig komt voor in een onderzoek in verband met mogelijk witwassen. Oké, ja, weet waarom. Door die bedrijf. Oké, maar staat op haar naam of op bedrijf? Nee, die bedrijf. Wat in deze situatie moet worden begrepen, is dat wanneer Hassans partner contact opneemt met Ibrahim, nadat hij problemen heeft en de politie hem samen controleert, Ibrahim onmiddellijk vertrouwelijke informatie ontvangt van een corrupt contactpersoon bij de politie over deze gebeurtenis. Zo begrijpt hij dat de auto van de vrouw betrokken is bij een lopend onderzoek. Met andere woorden, het netwerk van Piet Costa is diep geïnfiltreerd in verschillende sferen van de samenleving. Het is echter niet de vertrouwelijke politieinformatie die Ibrahim zal redden, wiens lot plotseling drastisch verandert. Op 10 mei 2020 bezoekt Ibrahim's ouders in Rotterdam om tijd met hen door te brengen tijdens de Ramadan. Iedereen om hem heen weet waar hij is opgegroeid en waar zijn ouders wonen. Informatie die niet is ontgaan aan de rivalen die al vlakbij stond te wachten in een Audi. Laat, rond 10 uur, verlaat Ibrahim het huis en loopt nietsvermoedend zijn dood tegemoet, nadat hij ongeveer 25 keer wordt geraakt door schoten. Terwijl de hoofdpersonen vluchten, wordt een Audi kort daarna in brand aangetroffen. Uiteindelijk kostte Ibrahim's loyaliteit aan zijn familie en zijn nonchalante gedrag hem zijn leven. Vooral omdat hij verschillende keren door zijn omgeving was gewaarschuwd dat er een aanval op komst was. Zijn netwerk reageert onmiddellijk op dit tragische nieuws. Is echt onze maat, ons team. Ze moeten dood tot hun hond toe. Alles, maat. Piet Costa, die net zijn dierbaarste vriend heeft verloren, verlaat slechts 1,5 uur later zijn woonplaats in Spanje en gaat met hoge snelheid via Frankrijk naar Nederland. Piet Costa, ook bekend onder het pseudoniem Dutch, staat er niet onbekend dat hij van oorlog houdt. Maar het verlies van Ibrahim zet aan tot een onmiddellijke behoefte aan wraak. Volgens sommige bronnen zou Ali's netwerk achter deze missie hebben gezeten en zou jaloers zijn geweest op Ibrahim's positie binnen de organisatie. Ter herinnering, dit is de organisatie waaraan hij verbonden was voordat het conflict uitbrak. Andere leden van Dutch's netwerk bespreken Ibrahim's executie in gecodeerde berichten. Real Cobra ligt in Costa Rica en Lily Lawn in Colombia. Broer, ik hoorde dat er iemand van de kant van Dutch is omgelegd. Yeah, bro. Ik heb Dutch een bericht gestuurd, maar bericht kwam niet aan. Hij is onderweg naar Nederland. Dat is zijn goede vriend. Hij voelt zich nu kloten. Het is een oorlog geweest. Deze vent was Dutch heel dierbaar. Had een hele goede band met Dutch, vertelde hij me. Is het de chauffeur van Dutch? Degene met wie ik soms praat? Ja, broer. Jonge gozer, net getrouwd. Andere mensen bespreken deze gebeurtenis ook.
Deze jongen was rechterhand van Costa. Was multimiljonair. Hij was gewoon werker van Costa. Wanneer is dit gebeurd? Net 2 uur geleden. De haat Piet Costa neemt toe, zoals blijkt uit een bericht dat 2 dagen later naar Robin wordt gestuurd, waarin Ali's groep wordt genoemd. Heel deze groep moet dood. En familie mag ook. Even later noemt Robin A1, wat Ali betekent. Laat de M doodsteken door Junk. Wat Hassan betreft, zijn status verandert nu in die van de echte rechterhand van Piet Costa. En hij krijgt de taak om een deel van het geld in de reserves terug te krijgen in deze moeilijke tijd. Hebben ook zo probleem. Jongen van ons doodgeschoten Rotterdam van de week. Pfff, alles aan terugzoeken. Stashes alles. Gelukkig werken de meesten mee. Net 30 M retour. Pfff, lekker allemaal zeg. Ja, erg. Even alles met backup doen nu. Ja, snap ik. Gaat goed allemaal. Maar het geld veiligstellen is 1 ding. De rivalen uitschakelen is iets anders. En van cruciaal belang. Robin communiceert regelmatig met Hassan over een lijst met mensen die hij moet arresteren. Ze zijn allemaal in NL, dus dat zegt genoeg. Ze wisselen foto's van huizen en doeladressen uit en beweren dat ze niet zullen opgeven of stoppen tot het voorbij is en dat het te laat is om de bladzijde om te slaan. Een belangrijke soldaat, Christopher Zett, krijgt de opdracht om de doelen te lokaliseren en bewakingsoperaties uit te voeren. Zet even op papiertje de gegevens. Dan ga ik uitzoeken. Er is nu sprake van het onmiddellijk betalen van €250.000 aan iedereen die een slachtoffer in de val kan lokken. En het betalen van €25.000 voor elk stukje informatie dat wordt verstrekt. Het surveillanceteam kan tot €5.000 per dag verdienen door accuraat informatie te verstrekken over de adressen of kentekens van de doelwitten. In de berichten wordt Christopher ook patiënt of kanker genoemd, verwijzend naar zijn ziekte in mei 2019, toen hij werd geopereerd en een kankerbehandeling onderging. Het lijkt erop dat Robin Christopher ook extra werk aanbiedt. Heb je nog nagedacht voor werk en backup chauffeur op loonbasis? Ik wil graag klaarstaan voor je. Alleen moet eerst even wat dingen voor mezelf oplossen. En dat kan alleen als ik even een klappertje maak. Ik moet nog steeds die vrienden van me terugbetalen. Dus als er nou even 2 automaatjes lukken, dan ben ik er weer helemaal bovenop. En dan kan ik alle tijd nemen die ik wil. Maat, traceer die PS. En je hebt je klappertje. Vergeet die automaat. Hoe snel heb je die PS als je alle middelen hebt? Er wordt inderdaad melding gemaakt van het opsporen van individu dat PS wordt genoemd. En ook bekend staat als PP. Christopher concentreert zich voorlopig echter liever op zijn plan om geldautomaten op te blazen om zijn vrienden terug te betalen. Dus 2 weken later stuurt Christopher een bericht. Ben even advocaat geweest. Moet dinsdag op verhoor komen. Het lijkt erop dat hij ondervraagd moet worden over gewapende overval en een mogelijke geldautomatenexplosie. Het heeft er alle schijn van dat hij zijn eerder genoemde plan heeft gevolgd en nu klaar is om met Pepe af te rekenen. Die Pepe heeft die spullen nog ergens. Zou leuke bonus zijn, haha. Desnoods zijn familie meenemen en zeggen, maak 30 mil over naar Colo, anders krijg je ze niet terug. Denkt hij zijn hun en wij hebben leuk vakantiegeld. Weet je waar die vrouw en kind bewegen? Dit is zo'n anoniem jackpotgevalletje. Ja, maat. Die zijn gewoon thuis. Waar zouden we die kunnen meenemen? En losgeld vragen die 1000 stuks. Zou lekker zijn. Ik zeg, doe je huiswerk, haha. Team staat klaar om in te laden. Verblijf is er ook. Ja, ze wijf en kind. Is geen hogere wiskunde, hè? Het is echter cruciaal om te onthouden dat autoriteiten versleutelde berichten in real-time controleren. Gezien de dreiging voor Pepe's familie wordt besloten hen te waarschuwen. Piet Costa's netwerk vermoedt ten onrechte dat Christopher, alias de patiënt, betrokken zou kunnen zijn bij dit informatielek. Zegt die patiënt niks over onze plannen. Ik moet even wat uitzoeken. Er is wat gelekt, wil weten waar vandaan komt. Politie heeft iemand gewaarschuwd gisteren. Yo,
Ja, hij weet een en ander. Zou toch wel goed zitten, maat? Ja, denk het wel, maar sluit niks uit. Ik had me gevraagd over die vrouw om mee te nemen. Die is voor hem appeltje-eitje om te zeggen wanneer ze waar is. Hij zei, ik zoek het uit, maar hoor hem er niet meer over. En gisterenavond zijn ze met spoed door Popo weggehaald van dat adres. En wij hebben verder geen lekkage, want niemand wist verder om wie het ging. Wat denk jij? Misschien denkt hij vrouw en kind gaat te ver. Er ontstaan twijfels over Christopher, omdat hij in de praktijk een van de weinigen is die van de missie weet. Ja, kan. Weet, we zijn bezig. We dachten we kunnen open praten. En zoek AUB die KK-patiënt. Kan geen lek gebruiken. De tijd die beschikbaar is voor onderzoek raakt echter op, omdat de politie ze steeds vaker opspoort. De politie houdt de hele maand juni toezicht. Op 1 juni 2020 staat Piet Costa in het middelpunt van de belangstelling, als hij met Hassan wordt gezien op het terras van het restaurant van paviljoen Malieveld, gelegen naast een park in Den Haag. De locatie is niet verrassend, gezien de nabijheid van het huis van Robin, die zich later inderdaad bij het duo voegt, en ze lopen samen terwijl ze discussiëren. Dit soort ontmoetingen worden verschillende keren herhaald. Onder andere 2 dagen later, wanneer Piet Costa en Robin elkaar ontmoeten in een park. Dit keer in Rotterdam. Dus, 3:30, zelfde plek. Oké, is goed. Dat park in Den Haag of Rotterdam? Door RTM, maat. Is goed. Al deze ontmoetingen zijn een bron van waardevolle informatie voor de onderzoekers, die steeds meer mensen weten te identificeren, die schuilgaan achter de gebruikersnamen van de verschillende versleutelde telefoons. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de tijd begint te dringen voor het netwerk van Piet Costa, nu de handhavingsautoriteiten zich voorbereiden op een grootschalige operatie die elk moment kan worden uitgevoerd.